Het is even aanpassen. Alle raadsleden, fractiemedewerkers en mensen van de pers krijgen een badge. Want vanwege ruimtegebrek mogen alleen mensen met dat koord om de statenzaal in. En ook de burgemeester ontkomt er niet aan. Wat ben ik nu? Op college. Klopt toch? Ja, het zal even wennen zijn, denk ik, hier bij de provincie. Maar ik vind het wel mooi dat de provincie ons wil ontvangen. Maar daar zit dus het college. Ja. En ook de statenzaal is even wennen. Raadsleden zoeken hun plek. Ja, wij zitten altijd naast elkaar namelijk. We maken de hele avond ruzie, maar we zitten wel gezellig naast elkaar. Beetje te mopperen. En de reden dat de Haagse raadsleden in de Statenzaal vergaderen is omdat de raadzaal op het Haagse stadhuis er nu zo uitziet. De verbouwing is in volle gang. Het dak is inmiddels vernield, maar er moet nog veel meer gebeuren. De oude raadzaal is na 20 jaar verouderd. Hij wordt nu voor bijna €1 miljoen veranderd in deze zaal. Die is veiliger en moderner. De verbouwing loopt op rolletjes. Hij loopt op onze planning. Ik verwacht dat we eind van het jaar, de laatste vergadering van het jaar, gewoon weer in het stadhuis kunnen vergaderen. Dan zijn we bij het eerste agendapunt. Dat klinkt vertrouwd. Nog 3 vergaderingen in de Statenzaal te gaan.